Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Janette en ik ben vandaag samen met Melanie. En wij gaan een Get Ready With Us filmen. Helemaal zin in. Ik ook. Dus als je er zin in hebt, doe even een duimpje omhoog. En abonneer even op ons kanaal. En dan veel kijkplezier. Nou, we zijn lekker in het hotel en we gaan ons klaarmaken. Excuus voor het licht, maar ja, het echt is heel wit. Ja, het is even niet anders. Nee. Maar we vonden het gewoon leuk om te doen, dus we gaan ervoor. We hebben hier allebei onze make-up tas met onze make-up spulletjes. Kijk, hoe leuk. Oh, Janet heeft wel lekker dus. Nee. Zo leuk. Mijn is van de Hema. Ja, het is wel een beetje hetzelfde concept. Ja, beetje zo. Maar ik vind het fijn altijd dat je zo twee van die vakken hebt. Ja, ik ook. Ik vind dat echt fijn. Top. Boven de watje en stiekjes en zo. Ik ga eventjes beginnen met een crèmeetje van mijn huid. Het is een beetje droog en ik heb hier een buisje. Zo. We zijn trouwens in Den Haag. Ja, we zijn in Den Haag in het Corona Hotel. Ja, klinkt super leuk. Maar we gaan zo meteen gaan we lekker uit eten. Ga jij maar moet ik een beetje nemen? Ja. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Kijk, hier word je een beetje bruin van. Ken je dit? Kijk hem. Van Estee Lauder. Nee, ik heb bijvoorbeeld dit. Van de Sheer Daywear. Ik heb dit. Van Drunk Elephant. Oh, ja. Word je ook bruin van? Ja. Maar zo. Kijk, maar ja, niet heel bruin, maar je ziet het wel een beetje. We gaan dus zo meteen lekker uit eten bij een sushi tent, maar we kennen het echt allebei niet. Nee, echt geen idee waar we terecht komen. Ik heb haar een beetje irritant wat. Ik heb wel een haarband, maar er zitten wel... Ik had ook iets mee, maar ik had ook even niet zin in. Mijn haarband is wel een beetje heftig, maar ik ga het toch maar doen. Soms moet je keuzes maken. Ja. Zo, dan is het wel lekker uit mijn gezicht. Hoppakee. Ik heb het toch niet mee. Ik heb een andere tas zitten, maar niet uit. Ik kan een starten doen. Oké, we gaan even onze make-up dus doen. Ik heb een nieuwe beautyblender, die moet ik eigenlijk even nat maken. Dat is niet heel handig. Doe het even onder de douche. Nee, dat is slim. Ja? Ja. Want we hebben nergens anders een kraan, toch? Nee, anders moest je de toilet als nat maken. Oh, maar ik ben dus nu heel bang dat de regendouche aangaat. Ik durf niet. Hoe kan dat? Je ziet toch welke kant het op moet? Oh, ja. Nou, gelukt. Helemaal leuk voor de nou, zoals jullie kunnen zien, mijn huid is echt een mes. En eigenlijk probeer ik zo min mogelijk make-up te dragen. En vooral eigenlijk geen foundation. Maar vanavond even een uitzondering omdat we lekker uit eten gaan en zo. Ja. Gisteren naar de huidtherapeut geweest. Eindelijk. Ik heb echt alle salves geprobeerd van de huisarts. Echt van alles. Niks werkt. Ik ben gisteren naar de huidtherapeut gegaan. En hebben ze helemaal zo'n analyse scan gemaakt. En hebben ze me dus echt eindelijk gezegd wat ik nodig heb. Ja. En wat heb je dan? Of wat noemen ze het? Ik heb nu 3 producten wat ik moet gebruiken. Kijk, de dokter die zegt gewoon, dit en dit moet je gebruiken. Maar ben je echt een dermatoloog of iets? Of echt? En een huidtherapeut. Ja. Ik heb als eerst dit. Dit is gewoon een beetje zo'n cleanser. Ja. En daarna moet ik dus altijd zo'n serum aanbrengen. Mm-hmm. En daarna dus vitamine crème, 24 uur. Crème of zo. Weet je hoe duur dit bij elkaar was? Deze 3. Nou, ik wil het echt niet weten. Sowieso mega duur. Laat het. Voor dit, hè? Ja, ik denk echt dat het €100 is of zo. €200. Ja, je bent niet goed. Ik ben echt niet goed. Ja. Maar, echt, maar ik snap ik wel, heb je wil er gewoon van af. Ja, ik wilde echt. Ik heb echt alles geprobeerd en ook de salve was altijd duur. Ja. Dus ja, ik dacht. Je moet dan iets. Ik heb hoop. Ja. Ik heb echt hoop. Ik hoop het echt. Ja. Maar het is echt heel stom, maar het kan ook gewoon... Het niet mee, maar moet even. En komt het niet door je pil of iets? Of heb je dat ook al? Het is echt sinds kort. En het is echt... Ik denk, zeg maar, vanaf Curaçao heb ik eigenlijk een oogontsteking alleen maar. Ja. En een holtontsteking. En toen opeens wangontsteking. Zeg maar allemaal ontstekingen op mijn wang. Dus inderdaad heb ik er... Ja, maar het zit niet op je hele gezicht. Het alleen zit wel echt hier. Nee, ja. Want hier ziet het er dan wel weer heel goed uit. Vind ik ook. Ja, gewoon wat vochtarmer, zeiden ze. Ja. Dus, maar dat is best wel makkelijk aan te pakken. Maar dit, ja. Echt heel kut. Maar ja, ik heb vandaag maar even een foundation. Dus. Ja, bij mij is het dus heel gek. Als ik dus geen make-up draag, wordt mijn huid slechter. Huh? Ja, omdat ik het, als ik geen make-up draag, dan verzorg ik mijn huid ook niet. Doe ik geen crème op. Nee, precies. Haal ik, weet je wel. Ja. En als ik dus make-up op doe, dan ga ik het altijd daarna heel goed verzorgen. Goed, ja. Ja. Nou, trouwens, bij mij is het niet zeg maar als ik make-up draag dat het erger wordt. Eigenlijk totaal niet. Maar ik krijg gewoon heel vaak reacties van, draag gewoon even geen make-up. Ja, maar daar ligt het heel vaak niet aan hoor. Als je gewoon goede make-up draagt, dan draag je voor Merode. Super chill, maar ik kreeg er zoveel puisten door. Ja, die changing. Ja, ik heb dat ook geprobeerd. Bij mij was die ook echt helemaal slecht. Ik heb echt alleen maar reacties ook op YouTube van,
Oh, je hebt sowieso dat door die bureau-ruiding. Ja. Nee, want deze vind ik zo fijn. Ja, die kwast is ook heel fijn, hè? Deze. Ja, ja dat ik is... heb die ook. Ja? Maar ik heb ook wel een beetje... En de mascara gaat ook top, maar ik kan nu niet meer gebruiken. Dat die foundation ging ook een beetje kruimelen op een gegeven moment. Snap je wat ik bedoel? Dat die een beetje... Ik weet niet. Het was soms een beetje... Als ik hem te lang... Nou, ik lijk echt wel een beetje spook. Ja, maar in de spiegel niet. Maar nee. Hier wel. Ja. Ik ook. Nou ja, het is gewoon leuk deze video. Gewoon voor de leuk. Ja, toch? Niet voor de... Niet voor de make-up tutorial. Nee, totaal niet. Ik doe echt bijna nooit... Ja, ik doe wel make-up, maar ik doe echt letterlijk maar wat. Ja. Ik vind het ook leuk om te doen. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Gewoon met vriendinnen gewoon echt lekker kletsen. Het is wel jammer dat we nu geen muziek aan kunnen. Ja. En ik gebruik nu de Estee Lauder Double Wear Foundation. Dit is echt mijn lievelings foundation. Het is echt top. Mag ik eens proberen? Ja, tuurlijk. Nee, die vind ik echt super fijn. Ik gebruik hem echt al jaren. Hij is mega dekkend en hij is gewoon heel mooi. Dus hier ben ik super blij mee. En ik gebruik wel heel vaak een nieuwe beauty blender. Want dat ik ben heel slim. Bang dat er heel veel bacteriën in komen. Het is wel echt zo. Ik heb dat ook met mijn kwast. Die moet ik echt vaak schoongemaakt. Ja. Maar ik heb dus op mijn eigen slaapkamer mijn ouders lang. Ik ben net verhuisd naar mijn vriend. Of nou ja, naar mijn vriend. We hebben gewoon samen huis. Ja. En daar heb ik wel een wasbak op de slaapkamer. Zodat ook waar ik me op ga maken. Oh. Maar thuis slaap ik op zolder. En dan moet je eten in een badkamer om je kwasten schoon te maken. Dus dan doe je dat zo niet snel. Kwasten schoonmaken doe ik ook niet zo snel hoor. Nee. Nee. Kut hè? Heel stom eigenlijk. Ja. Ik ga deze even testen. Ja. Ik heb nu wel zelf al mijn eigen op een beetje, maar niet uit. Kan je het er gewoon overheen doen? Ja toch? Ja, kan makkelijk. Ik doe even mijn lipbuik een beetje schoon. Zo genoeg? Ja, denk het wel. En dan kan je erbij, je kan hem heel makkelijk opbouwen. Oké. Okay. Even mijn lippen een beetje schoon. Ik vond dat bij mij heel veel foundation op mijn lippen. Ja, doe niet een beetje eromheen. Ik heb nog een cadeautje voor je. Heel random, maar het is niet echt een cadeautje. Voor mij? Ja. Hoe heet het? Gebruik je dit? Vind je dit fijn? Wat is dit? Dit is de Anastasia Brow Freeze. Wat is dat dan? Dat is voor je wenkbrauw om het zo omhoog te doen. Oh? En ik gebruik het gewoon niet, want ik doe dat niet. Maar deze is heel goed. Oh, wat lief! Dus en waar doe je dat mee dan? Gewoon met... Ja, gewoon zo'n kwastje en dan met... blijft het heel goed zitten. Met zo'n dingetje gewoon? Ja, daar kan je het mee doen. Echt? Ja. Oh, dankjewel. Fucking chill. Gebruik je dat niet? Nee. Ik had het volgens mij had ik het een keer... Dingetje zo met hierna, cadeautjes. In zo'n pakket had ik dat gekocht met de wenkbrauw. Kijk, ik gebruik wel deze. Hij zat volgens mij hierbij van Anastasia en hadden ze ook een kwastje. En het was goedkoper om dat erbij te doen. Dus ik dacht... Nou, super chill, dankjewel. Maar bij mij, het werkt gewoon niet. En ik weet niet hoe ik dat moet doen. Dus ik vind, Nou, dank je. Ik ga het gelijk even uitproberen straks. Ja, ga ik het gelijk uitproberen. Maar doe je dat dan jouw mascara gebruiken? Omdat ik mij niet meer aandurf. Wat gebruiken? Ja, mascara. Ik gebruik geen mascara. Echt? Oh, tuurlijk! Nee, heb je dat ook niet bij je? Nee. Nee? Ik heb al jaren geen mascara meer. Snap ik. Ja. Nee, ik ga niet meer mascara. Ik durf niet. Nee. Ja, of je moet kastje, Ja, dat is lastig. Kut hè? Ja. Ja, als je ontstoken ogen... En ik voel me echt heel leeg. Als ik geen make-up op heb. Ja, ik heb het gewoon niet. Ik heb natuurlijk al 2 jaar mijn wimpers. Snap ik. En daardoor heb ik gewoon ook gewoon geen mascara meer gekocht. Ik heb alles weggegooid. Ja. Dat droogt ook natuurlijk op een gegeven moment uit. Klopt. Dus ik dacht, ik gooi het gewoon helemaal weg. Nee, vaak heeft iemand alles waar iemand in het toilet al zitten, toch? Ja. Wat doe je er nu op dan? Ja, gewoon echt alles door elkaar. Wat is dit dan? Ik dacht nu opeens van ja, het is van dat bruinmaakspul. Dat ben ik nu vergeten, dus dat doe ik nu nog even overheen. Oh ja, prima toch. Die red en die elephant. De drunk elephant. Kinderen uit mijn klas willen die heel graag. Oh. Nou, niet dit, maar van drunk elephant. Oh, wat leuk. Omdat dat zo bekend is. Ja, dan zeiden ze tegen mij, juf, kan jij niet een samenwerking regelen? Oh. Nou, als jullie kijken, drunk elephant. Ja, hier zo, ze heeft het hoor. Nee, zij willen zo'n pompje. Snap je dat je zo erop klikt en dat er dan zo'n crème uitkomt? Die willen zij heel graag. Oh, schattig. Dat is helemaal leuk. Cuties. Nou, ik heb net even liquid, hoe noem je dit? Ja, bronzer stick. Oh, wil je dat ook bij mij doen? Ja hoor. Zo. Cute. Ja, ik doe ook maar wat hoor. Ik kan dat niet. Ik vind het fijn dat je me kan helpen. Ja, ik ga jou helpen, maar ik kan het ook niet super goed. Nou ja, het weet wel. Zo. Ik heb nu alleen maar foundation op, dan is het de goede best om nu te doen hè? Ja, je moet wel eerst cream en daarna alles... Oké. Ja. Doe je nooit cream? Cream? Ja, gewoon crème-achtig. Of doe je altijd poeder? Poeder. Altijd poeder. Ja. Oké, ik ga het proberen hoor. Ik doe ook een beetje hier. En dan beter wat hoger dan te laag. Zo. En dan doe ik een klein beetje hier ook. Ja. Ben benieuwd.
Ja, ik vind het dus altijd heel mooi omdat het een beetje vakantie, alsof je op vakantie bent geweest. Snap je wat ik bedoel? Ja. Gewoon een beetje dat bronzy-achtige. Zo. Zo. Als ik je pijn doe, moet je het zeggen hoor. Het wordt gelijk opeens een make-up. Zo lekker als een make-up artist. Ja. Het is altijd heel moeilijk om bij iemand anders te zien. Snap je wat ik bedoel? Als iemand aan je hoofd zit, dan pas merk je hoe moe je eigenlijk bent. Ik vind dat echt het rustgevendste ooit. Ja? Ook gezichtsbehandelingen. Oh, dat vond ik zo lekker, echt hè? Heerlijk. Ja? Heerlijk. Ja, superleuk. Dankjewel. Ik zie er niet echt verschil zo, maar... Ja, maar het is er wel echt. Ik zie het wel echt. Oké, gelukkig. Oké. Thank you. En dan ga ik even poederen. Mijn toilet is er helemaal onder. Ik ben helemaal gek. Nou, deze is nog best wel nieuw. Dus nu is die nog netjes. Oh ja, maar ik heb een Barbie ding net doen, hè, dus. Ja, maar ik hoef natuurlijk ook niet zo vaak mijn spulletjes erin te doen. En dat scheelt echt. Alleen maar. Ik vond dat ook, mijn ouders zijn gescheiden. Ik vond dat altijd zo irritant om uit die tas te leven. Ja, ook echt straks als ik mijn eigen plekje heb. Dan ga ik ook gewoon goede nieuwe poeder halen. En dan leg ik gewoon alles in een bakje en niet in... Ja, dat snap ik echt. Pas als ik wegga, dan pak ik niet ook wat ik echt nodig heb. Ja, nee, dat snap ik wel. Het is echt zo irritant. Mijn poeder, op een of andere manier, viel altijd het dekseltje eraf. Heb ik ook. Fucking irritant. Maar dat komt ook omdat je het vaak meeneemt. Dan gaat het ook heel snel. Kijk, ik heb dan allemaal verschillende kanten. En deze kant gebruik ik dan voor blush. Handig. Handig, hè? Nou, ik ga eventjes de Anastasia Beverly Hills... proberen. Brow freeze. Het lijkt op een letter niet in zit. Nee, dat... Heb je mij geprankt? Nee, het zit echt wat in. Hij is nieuw. Hoe heet het maar? Welke gebruik jij nu dan voor je wenkbrauwen? Van Soys Cosmetics. Oh ja, dat heb ik al eens voorbij zien komen. Ja. Heb jij een beetje vaseline hier? Ja, dit gebruik ik. Oh ja, en dat is zo'n potje toch zo? Ja. Vaseline? Ja. Hier, ik ga hem pakken. Dat mag. Ik weet niet dat hij net niet past. Ik denk het wel. Ik ben heel benieuwd welke je dan beter vindt. Vind je die van jou heel goed? Die ja. Oké. Kijk of deze dan beter is of zo. Echt, op dat merk niks zegt. Ja. Maar vind je dan niet vervelend dat je dan je foundation al hebt gedaan? Want dan gaat dat toch een beetje weg. Ja, dat vind ik wel vervelend. Bij die andere heb ik best helemaal geen last van. En ik merk nu al dat deze wel meer is. Zie je? Ja, maar je kan toch zo meteen nog een beetje er zo omheen doen, snap je? Schoonmaken. Ja, en dan gewoon een beetje foundation erbij. Zeker. Ik moet doen, ja. Nou, jij gaat hem even testen. Ga ik even mijn poeder aanbrengen. Even veel poeder als we foto's gaan maken in dat restaurant. Gaan we foto's maken? Nou, misschien zo'n... Als je zo'n filmpje maakt of zo. Ja, oké. Okay. Straks zie je... Of denk je echt... Ga je helemaal geen... Of misschien een leuke foto van ons? Ja hoor, I'm ready. Toch? Ja, altijd leuk. Ik voel me helemaal Christmas met mijn haarband. Ik vind het leuk. Zij wel. Even kijken. Ik vind dat altijd zo grappig hoe dat werkt met die trends. Want toen die haarbanden kwamen, dacht ik echt, nee. Same, maar toen ik geen haarbanden. Mijn watje laat al. Oh, wat doe jij? Ik was ook echt, ik denk dat ik de enige ben aan mijn vriendinnengroep. Ja? Ik heb geen vriendinnengroep, maar de enige van mijn vriendinnen, gewoon überhaupt, die een haarband draagt af en toe. Ja, ik draag het dus heel vaak. Ja, ik vind het ook echt heel leuk. Maar toen die trend kwam, maar dat heb ik heel vaak. Ik hou van die extra dingen. Ja. Ik hou echt van extra, gewoon lekker opvallen. Ja, ik had gewoon heel vaak met friends, ja, dat ik denk, nee, dit vind ik echt niet leuk. Nee. En dan is het er gewoon even en dan ga ik er altijd aan meedoen. Echt altijd. Maar dat heb ik ook met die Dunks. Ja, maar Dunks vind ik wel echt leuk. Ik vond dat eerst niks. Nee? En nu samenwerking en ik krijg ze morgen binnen. Wat heb je gekozen? Gewoon die lage zwarte. Oh ja. Die basics. Ja, de panda. Maar Francesca, mijn beste vriendin, die heeft die. En dan denk ik ook gewoon hoe... Makkelijk dat te combineren is altijd heerlijk. Ja. Ik heb alleen als ik ze aan heb, bijvoorbeeld met uitgaan, dan loopt iedereen ermee. En dat vind ik Ik zag dat net al in de stad. Ja, in Den Haag is het heel erg. Ja, vreselijk. Ja. Maar we gaan dus zo sushi eten. Ja, in ieder geval. Even mijn ADHD hoofd. Echt hè? Oh, ik heb wel een beetje veel blush. Nou ja, boeien, maakt niet uit. Zo. Ik heb hier een beetje maar kijk even haar. Dit, hoe mooi, lelijk en zo. Zie je het verschil? Is echt niet mooi. In de spiegel zijn we knapper. Ja. In het echt zijn we mooier. Ja, echt beloofd. In het echt zijn we mooier. Van die jongens die nog foto's laten zien. Maar in het echt zijn ze mooier. Ja. Of dat je dat van je vriend doet. Ja. In het echt is hij echt knapper. Ja, echt knapper. In het echt is hij echt veel knapper. Nee, maar we hebben dus vandaag ook al een video gemaakt van mijn nieuwe kanaal. Check die ook. Ja. En we hebben dus een McDonald's mukbang gedaan, maar we hebben dat gedaan dat je de bestelling voor je moest doen.
Vond je ervan? Ja, ik uiteindelijk, nu achteraf vond ik het niet zo erg om te doen, maar op dat moment, ik vind dat gewoon een beetje awkward om dat te vragen. Ja, dat vond je echt lastig. Omdat dan zo iemand echt denkt, wat ben je aan het doen? Maar ik denk dat we de enige zijn die dat ooit hebben gedaan. Die man die vond het wel gewoon normaal. Hij vond het wel prima. Oké, ik ga scheid hebben. Ik ga mijn andere, zeg maar, ik heb zeg maar die andere heb ik toen gebruikt. En deze heb ik zeg maar echt de laatste paar keren gebruikt. Dus die is het. Maar doe dan eventjes met een papiertje even zo dat eraf of zo. Ja? Ja. Nou ja, ik weet eigenlijk niet wat dat effect heeft. Maar, hoe heet het, is dus vandaag de eerste keer dat we afspreken. Ja. Hoe vind je het gaan tot nu toe? Ik vind het super cool. Oh. Weer die wist. Sorry, ik kom gelijk door. Vind je het goed gaan? Ja, vind je het goed gaan? Ja. Nee, maar ik bedoel meer, het is toch ook wel een beetje spannend. Snap je wat ik bedoel? Tuurlijk vond ik dat wel spannend. Want als ik weet het ook niet of het klikt. Nee, straks is het heel awkward of zo. Mm-hmm. Ja, niet awkward, maar... Het kan ook echt niet klikken. Ja. Of dat jij opeens super stil bent eigenlijk en dat je niet weet waar je het over moet hebben. Kan er. Ja, dat zou kunnen. Dacht je dat ik stil zou zijn? Ja. Ja? Ja, ik dacht dat je veel rustiger... Ik dacht eigenlijk dat je ongemakkelijker was. Ja? Ik dacht echt dat je ongemakkelijker was. Eigenlijk ben ik nog veel drukker dan dit. Ik ben eigenlijk heel, heel druk. Nog drukker? Ja. Maar dat doe ik echt pas als ik mensen gewoon goed ken. Een soort van. Snap je wat ik bedoel? Ja, snap je. Dan word ik gewoon veel... Logisch ook. Dan weet je ook een beetje wat je kan maken met mensen en wat voor soort humor mensen hebben. Ja. Want ik heb met allemaal andere mensen ook zeg maar weer gewoon mensen waar ik heel erg mee ben, dan ben ik echt best wel grof. Ja. Ik heb echt van die hele grove humor. Oh ja. En niet iedereen snapt dat. Nee. En sommige mensen zijn echt gadverdamme. Dan denk ik, wow. Ja, het is dus gewoon een grapje. Maar ik weet niet, ik heb daar gewoon mee met grove humor. Ik weet niet. Dat is prima, ja. Maar ja, sommige mensen kunnen dat niet hebben dan. Dat kan je niet zomaar bij iedereen doen. Ja. Dus dat meer. Ja. Nee, dat snap ik wel. Maar ik moet alleen nog eigenlijk even mijn wenkbrauwen doen. We hebben dus allebei extensions. Puur natuur. Ja. En ik heb het nu, hoe lang heb jij het nu? Ook een jaar bijna of zo. Volgens mij had ik het net een maand voor jou, dacht ik. Nou, dat zou best kunnen. Of misschien had jij het een maand voor mij, maar wij hadden het heel dicht bij elkaar. Want ik denk dat ik het in februari had ongeveer. Oh. Dus ik heb nog best wel kort. Maar ik had het eerst, had ik het van extension hair. Ik had 1 maart. Oh ja. 1 maart had ik het. Misschien ik ook wel hoor. Misschien had ik het wel later omdat ik nu zag. Nou, ik weet het niet. Maar tijd gaat natuurlijk ook weer heel snel. Klopt, zeker. Vind je hem fijn of toch niet zo? Eerlijk niet. Hè? Ik moet even een keer. Ik denk dat ik het even een keer zonder make-up moet doen. Ja. Nu niet, zeg maar. Nee. Maar mijn wenkbrauwen zijn nu ook al heel lang niet gedaan. Dus zeg maar, die Sowieso Cosmetics is de laatste tijd werk hier ook niet zo goed. Je kan hem ook even afhalen met dinges en dan dat je het even met je eigen doet als je dat fijner vindt. Nee, ik vind het prima. Het ligt nu echt even aan omdat ik mijn wenkbrauwen heel lang niet heb gedaan. Ja. En ook heel lang niet geverfd heb en zo. Ja, ik doe echt elke dag mijn wenkbrauw. Als ik make-up draag dan, hè. Ik ook. Tenzij nu met de verhuizing minder. Ja. Dan Nou, ja, wimpers zijn wel heel lang. Ja. Ja, heel mooi. Dank je. Echt van die mooie lange wimpers. Dat kan ik niet zeggen. Nou, ik had vroeger ook lange wimpers hoor. Ja, nu ook, ja. Wil je nog iets gebruiken? Of? Ik ben wel klaar eigenlijk. Ja, ik moet alleen dit nog doen. Dan ben ik heb je tandpasta meegenomen? Ja. Oh, wat goed. Ik hoopte het al. Ik heb het namelijk. Ik ben zo iemand die alles meeneemt. Dat is echt super fijn. Oké, ik ga nog even mijn wenkbrauwen zo doen. En dan ben ik ook klaar. Oh, wat is dat leuk. Dat wil ik ook een keer proberen. Dat zit ik toch langer in je make-up? Ja. Goed? Ja, tuurlijk. Moet ik het dan bij jou? Ja. Oké. Je moet je even laten opdrukken. Het blijft echt heel goed zitten. Werkt het echt? Ja, het werkt echt. Wat voor dingen heb je? Mag kijken? Oh, Urban Decay. Sorry. Duur? Nou, dit kleintje niet natuurlijk. Volgens mij is de grote fles €20, maar je doet er echt heel lang mee. En hoe lang doe je met zo'n kleine? Ja, ik vul, het is heel gek, maar ik vul dus altijd de grote hierin. Oh. Omdat ik dit makkelijker vind meenemen en gebruiken. Snap je? Snap je. Oké, moeten we even nog afsluiten, want wij gaan nu eten. Ja, we houden deze outfitjes gewoon aan, hè. Ik doe even mijn haar. Ja, ik doe nog even een leuk blazertje erbij. Want ik heb echt niks leuks bij. Het is gewoon lekker zwart. Zo. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, doe even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op Melanieder kanaal. Doe. Als ik Melanieder kanaal, als ik dat snel. Laat snel, hè? Melanieder. Had ik ook net ook bij mijn video. Ja, net kanaal ging ook niet goed. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. En doei doei! Doei!